Een hele goede morgen. Ik kreeg van de week een pakket thuis bezorgd met schilderdoeken en daar zat dit als opvulmiddel voor in de doos. Ik denk, wat zit daarin? Nou, zo gaaf. Allerlei snippers van karton. En je raadt het al, dan krijg ik gelijk een idee. Dus, vandaag maar eens eventjes geëxperimenteerd. Snippers uit het zakje mengen met de gesso van de Action. Om structuren te maken. Nou, een dik papje op het doek gedaan. Nou, je ziet het. Eens kijken hoe mooi. Mooie, dikke structuren. En ik veun het dan droog. En je kunt natuurlijk, het wordt een beetje ja, papier-maché-achtig. En wat je dan kan doen is met een paletmes een beetje erin hakken. Een beetje vegen nog, wat gladder maken. Uiteindelijk kan je er dus hartstikke veel mee. Als het een beetje verzadigd is met de gesso. Nou, hier ga ik natuurlijk even mee experimenteren. Kun je het een beetje goed zien? Je begrijpt, dit is een hele snelle, makkelijke manier en goedkoop om structuren te maken die best wel grof zijn. Maar ook nog wel zwaar op een doek. Ik ga natuurlijk nog meer daarmee proberen, maar dit is natuurlijk super leuk. En een hele goede methode, want je wil niet constant van die plastic zakken in je doos hebben. Als opvulmiddel. Dus, we gaan het zien. Nou, hier heb ik het gemengd met blauwe Powertex. Dat gaat natuurlijk hard worden. En dit ga ik op het doek aanbrengen. Ik heb het er wat luchtig opgebracht. Zoals jullie kunnen zien. Het is helemaal doordrenkt met Powertex. Ik ga er nu niet aan duwen en trekken en vegen. Ik laat het zo eventjes opdrogen. En deze papiersnippers, kartonsnippers, heb ik gedrenkt in de houtlijm. Alleen maar houtlijm. Nou, dus we hebben hier een experiment. Gesso met karton. Zie je dat? Dit is ook alleen maar met houtlijm. Dat is met de gesso. Houtlijm. En dit is met blauwe Powertex. Nou, wordt vervolgd. Zou ik zeggen, en ben benieuwd hoe dit straks gaat worden en of het goed vast zit en of ik er verder wat mee kan. Ik hou jullie op de hoogte. Nou jongens, het is echt, ik vind het echt een uitkomst. Prachtig. Het ligt er heel mooi, dik ligt het er bovenop. Ik heb het eventjes maar gefeund en het wordt al heel hard. Dit is met houtlijm. Ziet er ook heel erg indrukwekkend uit. Daar kan ik wel wat mee. En deze in de blauwe Powertex is helemaal een plaatje. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar het ligt er heel dik. Ligt het erop. Echt wel een centimeter. En het wordt ook lekker stevig. Het ziet er heel mooi uit. Je ziet al die stukjes hier. Maar dat belooft wat. Kijk. Ook dit kun je dus droog feunen. En nou ja, ik denk dat ik hier wel blij mee ben.